Zijn dat nou gewoon 5 nummers van jou die gaat draaien? Terecht. En wie hebben we er nog meer eigenlijk? Ik denk Eva Jinek. Nou, Eva Jinek. En zo niet, dames en heren. Mijn bescheidenheid siert me. Dit is dus de wereldberoemde vlog van Gerard Joling. Die ook groot is op TikTok, heb ik me laten vertellen. Gerard Joling. Hij heeft ooit iets met het Songfestival gedaan. Oh, daar zou je hem hebben. In de schuur, in de garage moeten zitten. Kan helemaal heel open dan nu. Kom in, Jans. Je bent lekker. Leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. En nou ja, we hebben weer allemaal gekke dingen gedaan. We hebben televisieopnames gehad, radioopnames. De single gaat hartstikke goed, ga nog niet naar huis. Dan mocht je denken van, hé, wat een lekker liedje jongens, ga dat nummer streamen. Geertje wordt er heel blij van. Nou, dat geheel terzijde. Ik ga straks even langs mijn lieve moeder. En dan gaan we eens even kijken hoe het weer in Schaag is. Voor de rest gaat het allemaal hartstikke goed. Moet ik wat kapje op, hè? Ja. Kapje. Het blijft toch altijd mooi, hè, dit radiogebouw. All I believe in yesterday. Hallo allemaal. Hallo. Hey, hey, hey. Joehoe, gezellig hoor. Even goed kijken nog. Ja, mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Oké, okay, die kant of die kant beginnen? Die kant, oké. Okay. Sorry. Oké, okay, komt ie. We doen het aftellen. 3. En die is leuk voor top. TikTok deze. Ja. Yay. Yay. Super jongens, dankjewel. Dankjewel Gijs. Grazie. Goed, hey, succes. Wat zie je bruin? Ben ik bruin? Ben je op vakantie geweest? De bak is dicht. Een bakje gaan hangen zitten. Ja, goed. Ja. Ja, druk, arm en gezond. Ja. Het went, hè? Hey, veel plezier. Hij zit dicht. Oh, even bellen. Bel maar eens even. Ga ik de vraag aan je stellen, komt later een voice-overtje over. Top. En dan Gerard, 2020, aan de ene kant een rampzalig jaar, aan de andere kant een jaar waar jij natuurlijk heel veel creatieve dingen hebt kunnen doen, want er gaat een nieuw album aankomen dit jaar. Ja, nou ja, gelukkig heb ik de televisiewerk nog wel allemaal kunnen doen, zoals de Voice Senior, All Together Now en natuurlijk de Masked Singer en zo. Maar ja, dat gaat dit jaar gelukkig ook wel weer allemaal door, maar ja, ik ben uiteindelijk wel zanger, dus ik heb natuurlijk een album gemaakt. Jezus, zijn dat nou gewoon 5 nummers van jou die gaat draaien? Terecht. Mooi, hè? Ik hoor mezelf nu nog niet helemaal. Ja, nu wel. Ja. Ja. Moet die harder, dan moet die zo. Nee, het is goed zo. Ja, zo joh. Over in mijn vel gesproken. Ik ben wel iets te zwaar als het echt gaat om over in het vel te zitten. Maar ik moet je zeggen, voor de rest voel ik me eigenlijk prima, jongen. Met allemaal leuke dingen bezig. Er komt leuke tv aan. Ik kom straks met een nieuw album. Ik heb nu een nieuwe single waar ik wat promotie voor doe. Dus ja, ik ben eigenlijk wel redelijk tevreden. Hallo, ik ben Gerard Joling voor Unity.nl. Hallo, ik ben Gerard Joling en dit is mijn nieuwe single bij Unity.nl. En dan wilde ik er nog eentje die helemaal op en top leidt is. Ik ben Gerard Joling, wens iedereen een goed leidingsontzet. Het is hier een heel groot ding. Ja, dat is oktober, hè? Ja. Ja. Hallo, ik ben Gerard Joling en ik wens iedereen een enorm leidingsontzet. Rettakatet. Top, ik laat je verder met rust. Nou, jullie als je wat vergeten bent, dan komt hij wat trillen. Ja, ja hoor. Ja. De koffie is hier. Het is 20 minuutjes of zo. Is op de hoek. Binnendoor. Nou kijk, we zitten vanavond bij Jinek. Met een heel bijzonder gezelschap. Daar zie ik meneer Jette zitten. Ik mag erop zeggen. Zeker. En daar zit Buddy. Ben ik verder. In de wereldberoemde vlog. Deze dame komt uit België en die gaat vanavond wat zeggen over het Songfestival. Evi Hansen. Hansen. Heel goed, Evi. Het is leuk om iemand te hebben uit België. En hebben we straks nog meneer Segers, dat is ook een politica. En wie hebben we er nog meer eigenlijk? Ik denk Eva Jinek. Nou, Eva Jinek. En zo niet, dames en heren. Mijn bescheidenheid siert me. Ga lekker zitten. Ja, jongens, zometeen bij Jinek. Ja, we moesten er even op wachten. Maar we hebben het liedje van het Songfestival. En we gaan zo uiteraard vragen aan iedereen. En natuurlijk ook aan de mensen die politiek geëngageerd zijn. Wat jullie van het liedje vinden. Ik heb er enorm veel zin in en we gaan de beuk erin gooien. Alles goed, jongen? Alles goed. Goed, dankjewel. Op een achterafje. Sorry, maar daar ben ik even te groot voor geworden. Daar heb ik geen zin meer in, hoor. Dit is dus de wereldberoemde vlog van Gerard Joling. Die ook groot is op TikTok, heb ik me laten vertellen. En vooral om de bloopers. Hij was er zelf heel trots op. Hij zegt net tegen mij, hoe ouder, hoe gekker. Ik kan het alleen maar onderstrepen.
En als het de eerste keer weer zonnet, mag je dus gaan. Ik moet wel altijd om hem lachen. Hieste? Ja. Gerard Joling. Hij heeft ooit iets met het Songfestival gedaan. Geen idee. Oh, daar zou je hem hebben. Hey Geer! Hey Geer! Oh, is het wat gezellig! Hier! Yeehoe! Zo, jongens. Waar zitten we dan? Op tijd. Meneer Segers die gaat ook mee op TikTok, hoor ik net. No way, no way. Maar uw dochters doen, kijk, zitten er wel op TikTok? Die zitten er wel op, maar die verbieden wij om er ook maar iets mee te maken te hebben. Oké, nou dat is mooi. Dat is en dat laten we aan Jesse Klaver. Ja. Die doet dansen. Die kan het namelijk helemaal niet. Maar daar stemmen we natuurlijk ook niet op, dat wist u ook. Maar dat geldt terzijde. Ik zie daar Eva Jinek. Even beeld gewoon als altijd, niets heeft ze nodig. Ja, TikTok. Oh, dat klinkt heel goed dat je daar te oud voor bent. Ik ben namelijk 60. En de echte Eva Jinek. Hey, gezellig. Ja, ik had plantjes meegenomen van mijn moeder, maar heb niet zondag nog geen water gegeven. Maar... Nou, het past eigenlijk allebei niet. Op bloemgieter met weinig water. Nou, Jannie, het ziet er keurig uit. Nou, gooi deze dan maar even in de schuur. Heer? Deze potten zal ik los even weer in de schuur. Gooi deze maar even in. Die kunnen weg, hè? Die groene bak. Hij is wel echt een armoedige bos, dit, zeg. In de schuur, hier, in de schuur. In de schuur, in de garage moeten ze. Moet ik daar helemaal heen lopen dan nu? Ja, nou, dat is toch goed, vandaag is het toch vlakbij. God, ziet ik. Ja. Die andere bloemen kunnen ook weg dan, man. Hè? Die andere kunnen ook weg. Welke andere? Ja, die andere. Die andere. Je moet gewoon uitkijken dat je met je gezicht tegen die lijnen aanloopt. Ja. Heb je dat er nooit gehad, dan nog wel? Nou, nee hoor. Nou man, dat ziet er toch ook niet meer uit. Ik haal van de regel even vers. Waarom moet ik staan? Waarom moet ik hem afstaan? Ik heb anders niks. Nee, maar dan haal ik toch van de week even een mooie. Ja, komt wel joh. Wil je die toch laten staan? Ja. En dit moet toch, wat vind je dit? Ik vind dat het niet uitzien, man. Bruine bladeren. Bam. Comediant. Je bent toch klaar met zo'n man, hè? Wel, hè? Voor de rest vindt de Gerard toch wel lief, toch? Jawel, natuurlijk wel. Voor jou ook lief, hoor. Gelukkig. Nou, ik ben even bij Engelenrozen. Hallo. En we hebben ook Engelen Violen. Wat hebben we nog meer? Oh, Engelen Jacinthe. Het zijn allemaal engelenbloemen hier. Woe! Ik word er heel blij van. Wat ik eigenlijk wel heel graag wil, dat is een mooi bos rozen met 35 of 40 rozen. Eén boeket. Ja. En dan wil ik ook nog een boeket rode rozen met 25 rozen. Die kunnen we wel in 40? Ja. Hier wil ik er 40 van en van die andere 30. Nou, dan kom ik zo weer verder kijken. Dank jullie wel. Het ziet er trouwens wel heel erg vrolijk uit, moet ik zeggen. Ja, ik word er wel blij van. En het ruikt ook nog heerlijk. Je kunt het natuurlijk ook kun je mij volgen op YouTube. Bedankt voor het kijken allemaal weer, lieve mensen. En tot de volgende keer. En een dikke kus van Geer. Een fijne week. Doei.